Wij van Stofzuiger Discounter weer een mooie weekendknaller. Dat is namelijk deze Bosch Relax. Dat is een stofzuiger zonder stofzak. Normaal geprijsd €349. Wij doen er nog een mooi cadeautje bij. Dat is namelijk deze grote schoonmaakkofferset. En wij bieden dat allemaal aan. Daar komt ie, wij gaan knallen! €219 voor deze combi. En deze knaller geldt natuurlijk weer van vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur. Check wel even de voorraadmeter, want op is op. Je kunt deze stofzuiger natuurlijk gewoon online bestellen. Wordt hij de volgende werkdag bij jou thuis afgeleverd. Of je komt hier in Naarden hem eventjes bekijken en dan kun je hem ook direct meenemen. Weet jij nu al dat de knaller wat voor jou is? Klik dan hieronder. Maar wil je nog wat meer weten? Kijk dan gewoon verder naar onze uitleg. Dit is de Bosch Relax Backless stofzuiger, de BGS 51262. Het mooie van deze backless stofzuiger is dat je dus geen stofzakken nodig hebt. Dus daar spaar je ook heel veel geld mee uit. En hij is super stil, want hij produceert maar 66 decibel. De specificatie van deze backless stofzuiger. Hij heeft een energieklasse C. Hij heeft een stofopname op tapijt, een C. Een stofopname op harde vloeren, een B. En stofuitstoot, een A. Deze stofzuiger heeft een actieradius van wel 11 meter en het bereikt hij door middel van een snoer van wel 8 meter. Hij heeft een stofopvangbak van 3 liter en dat bereikt hij door middel van de motor en die heeft een vermogen van 1200 watt. Dit is een van de weinige stofzuigers die tegen bouwgruis kan en met deze Duitse degelijkheid geven ze ook op alles 2 jaar garantie. Verder beschikt deze stofzuiger over de Sensor Backless Technology. Hij heeft een Gore filter. Verder beschikt hij over een Quattro Power System. En hij heeft een konische slang. En tevens wordt meegeleverd deze speciale pakketborstel. Het Gore filter zorgt ervoor dat hij geen fijnstof doorlaat. Alle backless stofzuiger van Bosch die hebben dit. Dat zit er binnenin. Als je hem dan openmaakt, dat is dit filter. Het is gemaakt van Gore-Tex, zoals we het ook kennen van de high-tech jassen die je dan buiten gebruikt. Hij gaat levenslang mee, dus je kan hem gewoon uitspoelen. Laat hem dan wel 24 uur drogen, dat hij helemaal droog is voordat je de stofzuiger weer gaat gebruiken. Dus ook als je in een verbouwing zit of je bent aan het boren, je zet de stofzuiger eronder. Geen enkel probleem. Het is niet zo dat je stofzuiger daarmee molt. Deze jongen die kan dat gewoon aan. Deze stofzuiger heeft het Sensor Backless Technology System. Wat dat inhoudt is op het moment dat hij iets aan zuigkracht denkt te verliezen, dan gaat hij het filter zelf uitkloppen en je kan het ook zelf controleren. Dat is als je hem aanzet en je zegt, nou weet je, misschien dat hij wat zuigkracht verliest, ik wil dat het filter weer netjes schoon is, dan drukken we op deze knop. Dan hoor je hem kloppen, dan schudt hij dus het filter zelf uit en zo hou je altijd de optimale zuigkracht. Deze Bosch maakt gebruik van een konische slang en dat is een handig trucje, want hij heeft de normale diameter op het moment dat je het opzuigt. Als er dan een propje ingaat en dan komt hier wel eens een klein beetje vast te zitten, dan heb je dat gedurende de hele slang. Nou, dat heeft deze jongen niet, want zoals je ziet, hier is hij wat smaller en hij wordt dan ook steeds breder totdat hij in een stofzuiger gaat en heb je daar dus geen last van. Het Quattro Power System zorgt ervoor dat deze stofzuiger met een laag motorvermogen optimale prestaties heeft. Het systeem bestaat uit 4 onderdelen en het eerste dat is de motor. Dus een motor met een laag vermogen, maar wel met goede prestaties. Denk bijvoorbeeld als je een 1.6 auto hebt, ja, dan denk je, hey, dat is maar een heel klein motortje. Ja, maar er zit een turbo bij, dus we hebben wel goed vermogen. Tweede punt is de afdichting. Overal in deze machine heeft hij mooie rubberen ringen erin zitten, zodat hij nergens lekkage heeft en dus optimaal gebruik maakt van de motor en de zuigkracht. Het derde onderdeel is het stofscheidingssysteem. Dat kun je duidelijk zien in het compartiment. Hier zie je bijvoorbeeld de onderin zitten. Daarboven en daartussen komt stof te zitten, dus allemaal mooi afgescheid, zodat hij optimaal blijft presteren. En misschien wel het belangrijkste onderdeel, dat is de zuigmond. Het flexibele systeem, dat je daar geen verlies hebt zitten. En een hele brede zuigmond, zoals je hier ziet, met hele mooie flow. Dus op die manier blijft hij ook maximaal zuigen. De bediening van deze Bosch Relax stofzuiger is vrij makkelijk, want het is gewoon op de knop zetten we hem aan. Nou, nu hoor je al hoe stil die is. Je zou denken, hij zuigt helemaal niet goed. Zelfs als je hem maximaal zet,
Nou, zo'n stille jongen kom je echt absoluut niet tegen, maar wel met superzuigkracht. Als we dan even kijken naar de bediening. De bovenste bediening is zachtjes, is bijvoorbeeld voor de gordijnen. Deze is voor de tapijten, voor de harde vloeren. En als je maximaal wil laten zuigen, dan is dit dus de stand. Dus denk niet dat hij niet zuigt. Hij zuigt super, maar is gewoon een stille jongen dit. En dan toch nog even die supercheck, want hij is zo stil dat je het bijna niet zou geloven. Nou, hier zie je het. Hij heeft gewoon een superzuigkracht. Het is gewoon een hele stille motor. Dit is gewoon een stille jongen. Hier is de bediening voor het self-clean, voor als je dat zelf zou willen doen, maar hij doet het ook volledig automatisch. Hieronder zit de stofopvangbak. Deze doen we omhoog en dan komen we daarbij. Het is een 3 liter stofopvangbak. We zien het heel duidelijk zitten en wil je hem legen, dan druk je op deze rode knop. Kunnen we dit eraf halen en dan kun je de bak dus zo legen in de afvalbak. Dan hebben we hier het uitblaasfilter zitten van de motor, adviseren wij van Stofzuigerdiscounter eventjes 1 keer per jaar eventjes schoon te maken, wel netjes weer terugzetten. En dan is deze jongen in ieder geval altijd in topconditie. Ook heeft deze stofzuiger een HEPA-filter, die zit hieronder. Dit lipje aan de bovenkant haal je er eventjes vanaf. Dan heeft hij 2 lipjes zitten, die moet je eventjes naar voren halen. Dan kun je het HEPA-filter zo uit de stofzuiger halen. Het is een uitwasbaar HEPA-filter. Zorg wel even dat die goed droog is op het moment dat je de stofzuiger weer gaat gebruiken. Je kan het leven lang kan je deze jongen gewoon blijven uitwassen, dus die hoef je ook nooit te vervangen. Als je hem weer terugzet, let wel eventjes op dat je de lipjes even goed weer vastzet en het kapje er goed inzet, zodat deze stofzuiger in ieder geval altijd netjes, weer is voor het gebruik. En dit HEPA-filter is vooral interessant voor mensen met stofallergieën, want hij houdt echt de allerkleinste fijnstof houdt hij tegen, zodat je altijd een schone uitblaaslucht hebt bij deze stofzuiger. Deze stofzuiger heeft ook een telescoopbuis, zodat je hem helemaal exact kan afstellen op de lengte dat jij het makkelijkst vindt stofzuigen. Hij heeft een mooi snoeropbergsysteem, heel rustig een trekje aangeven en de snoer gaat er vanzelf in. Deze stofzuiger heeft 4 rubberen zwenkwielen en dat is allemaal nodig, want dan is deze jongen tenminste lekker wendbaar. Hij valt ook niet snel om. Deze stofzuiger heeft ook een handvat, zodat je hem lekker makkelijk kan oppakken. Voor als je bijvoorbeeld de trap gaat stofzuigen, hoeft dat niet aan de slang. En wil je hem wegzetten, kan dat op 2 manieren. Nou, dankzij die telescoopslang kan je hem mooi compact maken. We kunnen hem zo aan de zijkant kunnen we hem erop zetten of je kan hem staand neerzetten en dan kan je hem zo opbergen. Deze stofzuiger heeft een silent clean vloerzuigmond, zowel voor de zachte vloeren als voor de harde vloeren. Er zitten ook wieltjes onder, zodat hij lekker makkelijk manoeuvreert. En hier aan de bovenkant zie je de harmonische sluiting die erop zitten. En dankzij dit systeem is deze jongen ook extra stil. Tevens krijg je bij deze stofzuiger nog extra mondstukken meegeleverd. Dit is het Kieren mondstuk, zodat je mooi in de hoekjes kan. En een meubelmondstuk met haren. En als je deze zo afhaalt, dan heb je hem zonder haren. Deze pakketborstel krijgt u meegeleverd. En dat is een ideale borstel, zodat je geen beschadigingen maakt. En dus voor het gebruik van hardere vloeren, zoals hout, tegels en parket en laminaat. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. Of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je er wel op klikken, want dan ga je naar de productpagina. Ja, ik denk dat het een heel wijs product is. Ik zeg gewoon erop klikken. Ja, druk er maar op, komt goed.